Goed. Goedemiddag allemaal. Dit wordt volgens mij mijn derde workout die ik voor Squash City ga geven. Vandaag gaan we allemaal oefeningen doen. Het gaat ongeveer een half uurtje duren. Je hebt niet zo heel veel nodig. Het enige wat je nodig hebt is eventueel een matje als je dat prettig vindt voor de vloer. Als je geen matje hebt, werkt een handdoek ook goed. Verder een flesje water en een goed duur en verder komt het helemaal goed. Wat we vandaag gaan doen, we gaan kleine rondjes doen waarbij elk rondje drie oefeningen heeft. Die komen twee keer langs. En elke oefening heeft iets te maken met dieren. Hoe dat precies werkt, ga ik zo meteen uitleggen. Maar we gaan nu gewoon lekker even beginnen met de warming-up. Dus zorg dat je even je spullen erbij pakt. Pak een flesje water erbij, eventueel dus een handdoekje of een matje. En ik ga alvast even lekker beginnen met gewoon even spieren warm draaien. Dus mogen jullie met mij meedoen. Heel simpel, gewoon even wat simpele oefeningen om die hartslag omhoog te krijgen. We beginnen lekker met op de plek korte dribbelpas te doen. Oefening vandaag, goed op je ademhaling letten, goed rechtop blijven staan, houding letten, dus buikspieren aanspannen, zorg voor die schouders niet te veel naar binnen komen, constant borst naar voren en rechtop staan. Bij elk van de oefeningen geldt, als het te zwaar is, als je ergens last van krijgt, als je heel erg buiten adem bent, neem even een kleine pauze en pik hem weer op zodra je kunt. En je mag hakken billen gaan doen. Dus je mag de benen optillen, hakken richting de billen. Knieën. Kom omhoog met die knieën. En je mag weer terug naar korte dribbelpas. Mag je rustig, mag je armen naar voren los draaien. En je mag je armen naar achteren draaien. Lijf in beweging. Los. Oké, rechterarm voorlangs, trek hem naar je toe. En linkerarm, pak een beet, trek hem naar je toe. En schudden los. We gaan het volgende doen. We gaan kleine stukjes versnellen. Dus je begint in rustig tempo en dan probeer je langzaam tempo wat op te voeren. Elke 10 seconden gaan we iets sneller. Klein tikje sneller. Ietsje sneller. En nog iets sneller. Nog twee keer hierna. En ga met één laatste versnelling. En de laatste 10 seconden zo snel mogelijk. Kom. 4, 3, 2, 1 en ontspan. Zet lekker even de benen los, zet lekker even de armen los. Ik hoop dat jullie ondertussen allemaal een matje erbij hebben. Ik ga de eerste drie oefeningen ondertussen even uitleggen, dus je mag meekijken. Voor de eerste oefening gaan we zo meteen bunny hops doen. Het is bijna Pasen, dus we beginnen lekker met een paasoefening. Je mag zo meteen door de benen zakken. Klein hupje maken. Klein hupje maken. Omdraaien. Hupje. En hupje. Je blijft laag in die knieën. Dus het is niet staan. Het is laag blijven in de knieën. Dus oefening nummer 1. Oefening nummer 2. In het volgende. Zit je handen op de grond. Onder de schouders. Onder de borst eigenlijk. Ga je buikspieren aanspannen. Ga je volgende. Je gaat een push-up doen. Terwijl je eerst je rechterknie intrekt. Push-up doen. Linkerknie intrekt. Als dat te zwaar is, zit je handen in je knieën neer. Doe je op die manier. Eén kant. En andere kant. De derde en laatste oefening, ga je de handen in je knieën zitten. Handen recht onder de schouders, voeten, knieën recht onder de heupen. Ga je knieën intrekken en ga je volgens op. 1, 2, 3, 4. Eerste oefening, bunny hops, dus een konijntje. Tweede oefening, crow push-ups, dus een kraai. Derde oefening, donkey kicks, naar achteruit schoppen. Yes! Elke oefening duurt een minuut. Als je de minuut niet volhoudt, probeer je gewoon zoveel mogelijk mee te doen. Je mag alweer de pauze nemen. Klaar voor? 3, 2, 1 en go. Bunny hops. Laag en laag. Draai om. Laag en laag. Stel dat het niet per sprong gaat, dan doe je hem zo. Probeer laag te blijven en probeer te lopen. Sprongetje is niet verplicht, maar wel leuk. Als je merkt dat het niet gaat met de knieën en de heupen, doe je gewoon zonder sprong. Als je niet zoveel ruimte hebt, doe je gewoon één sprong naar voren
En draai dan nu een sprong naar achter toe. Ruim over de helft. Probeer zo zacht mogelijk te landen. Goed blijven ademen, goed de buik aanspannen, goed de billen aanspannen. Zorg niet die onderlucht gaat hangen. Blijf iets onder nog. De billen aanspanning, met name voelen de billen deze oefening. En we zitten over de helft. De laatste 15 seconden nog, hou vol, heupen stabiel houden, buik aanspannen, billen aanspannen. Laatste 4, 3, 2, 1 en rust. Mag je erbij komen staan? Nog geen slokje water. We zijn zo meteen bij de pauze. We gaan eerst al die 3 oefeningen herhalen. We gaan zo meteen dus de 3 oefeningen herhalen. De bunny hops, crow push-ups, de donkey kick. Waarbij de laatste oefening met de linkerkant in plaats van de rechterkant. Schud de arm los, schud de benen los. We gaan voor de tweede ronde. In 3, 2, 1 en go. Laag. Laag en wissel. Gebruik de arm, hoe laag je knie moet blijven. Zit over de helft. Laatste 30 seconden voor deze oefening. Zacht mogelijk proberen te landen. Probeer niet met platvoets te landen, maar probeer zacht neer te komen. Onthoud, gaat niet met sprong. Doe iets zonder sprong. 15 seconden nog. Vol, dat gaat goed.
knie op zodra je kunt. Handen recht onder de borst. Heup recht. En gaan we weer naar voren. Laatste 10 seconden komen we dan. Twee herhalingen. Eentje links. En eentje rechts. En ontspannen. Schud hem los. Kleine pauze. We gaan zo naar de laatste oefening toe. We zetten linkerbeen. Op de handen en knieën zitten. Handen recht onder de schouders, knieën recht onder de heupen. We gaan de linkerknie intrekken en vier keer naar boven uitstoppen. 3, 2, 1 en go. Knie in. 1, 2, 3, 4. In. 1, 2, 3, 4. Goed die billen aanspannen en kick. Laatste 15 seconden komen we eraan. Hou het even vol. Goed door blijven aan. Buiten goed aanspannen, binnen goed aanspannen. Alles wat je doet, goed op de houding blijven letten. 5, 4, 3, 2, 1 en rust. Kom rustig overeind. Nu is het moment om even een slokje water te nemen. Dus veeg even het zweet af, neem even een slokje water. Eerste ronde heb je gehad. We doen vandaag 3 rondes, waarvan de laatste ronde alleen maar buikspieren zijn. Buikspieroefeningen. Goed. Terwijl jullie even een slokje water nemen en even op adem komen, ga ik de volgende oefening ervoor doen. De eerste oefening is de frog squat. Je handen deze manier tegen elkaar aanzetten. Tenen naar buiten laten wijzen. Dan ga je hem laag inzakken. Hou hem even vast. 1, 2 en op. Laag, vast. 1, 2 en op. De kikker dus zit laag in de kniehoek zitten. Dus oefening nummer 2 is de starfish jump. Oftewel de jumping jack zoals jullie waarschijnlijk ook kennen. Als de handen omhoog gaan, gaan de voeten wijd. Als de handen omlaag komen, gaan de voeten bij elkaar. Hartstikke lekker hoog houden. Dat is oefening nummer 2. Oefening nummer 3 doen we de bear crawl. Dat doe je als volgt. Zet die handen weer recht in de schouders. Knieën naar boven, goed. Wij proberen rustig een stukje naar voren. Als je merkt niet ver naar voren kan. Een stukje naar achteren. Rug recht en knieën laag boven de grond. Dat zijn de 3 oefeningen. Schud lekker even alles los. Ik hoop dat je een slokje water hebt genomen. Ronde 2. Nieuwe oefeningen. Eerste oefening. Handen tegen elkaar aan. Tenen naar buiten laten wijzen. Goed diep inzakken. 2 tel vast. 3, 2, 1 en go. Laag. 1, 2 en op. Laag. 1, 2 en op. Laag. 1. 2 en op. Knieën niet overstrekken. Laag. 1, 2 en op. Laag. 1, 2 en op. Laag. 1, 2 op. Goed diep in de kniehoek. 1, 2 en op. Je doet goed. Hou vol. Zak. 1, 2 en op. Zak. 1, 2 en op. Even vasthouden. Dus 1, 2 en op. Knieën goed naar buiten, verlengen van de tenen. In, 1, 2 en op. Op, 1, 2 en op. Laatste laag, 1, 2 en op. Kom weer staan. Schud de armen los, de benen los. Gaan voor die starfish jumps, oftewel de jumping jacks. Adem in, adem uit. 3, 2, 1 en go, op. Kies je tempo uit die je goed vol kunt houden. Daag jezelf wel een beetje uit. Het is maar een half uurtje. We zitten nu al ongeveer op de helft. Dus. Licht landen. Ook voor de onderburen als je die hebt een beetje lief zijn. Niet te plat voeten landen. Weer zacht. Licht op de tenen. En we zitten ruim over de helft. Vol, goed blijven ademen, goed op de houding blijven letten. Laatste 15 seconden nog. Tien seconden.
De laatste is de bear crawl. Zorg ervoor dat je rug goed recht houdt. Niet te veel met je heupen gaat zwaaien. En dat je je handen recht onder je schouders houdt als je stilstaat. Dus pak je handen in je knieën komen zitten. Kijk hoeveel ruimte je hebt. Hoeveel stap je naar voren, hoeveel stap je naar achter kan. Handen recht onder de schouders. 3, 2, 1 en go. Knieën naar boven de grond. En rustig. Klein beetje naar voren. Gecontroleerd. En weer recht onder de schouders. En dan weer naar boven. Laatste 15 seconden nog. Eén keer naar voren, één keer naar achter. Schummels. Dat is ronde 1 van deze oefening. Schum lekker los. We gaan zo voor de tweede ronde alle oefeningen herhalen nog een keer. Te beginnen met die frog squat. Dus we gaan even de armen benen losschudden. Benen losschudden. Diep inademen. Diep uitademen. Rustig in stand gaan staan. Handen tegen elkaar. Ellebogen langs het lichaam. En dan gaan we laag. 1, 2 en op. Knieën blijven naar buiten wijzen, verlengen van de tenen. Probeer hem in ieder geval in te zakken tot een hoek van 90 graden. Dus of er een stoeltje achter je staat, weer op wil gaan zitten. Even op het stoeltje blijven zitten en dan rustig overeind komen. En we zitten over de helft. Haal vol. Goed blijven ademen, niet te veel voorover vallen. Bovenlichaam blijft redelijk overeind. Heel klein beetje meeleunen naar voren toe is niet zo erg. Maar ik wil niet dat je dadelijk met je neus op je knieën ligt. Laatste 15 seconden, ietsje minder. En 5, 4, 3, 2, 1 en ontspannen. Eén en laatste als die twee tellen om dit vast te houden, maar je begrijpt het idee. Het is geen ramp. Schud de armen los, schud de benen los. En dan gaan we weer terug naar die starfish jumps, oftewel de jumping jacks. Handen bij elkaar, voeten bij elkaar. Dan gaan we op en neer. 3, 2, 1 en go. Licht op de voeten blijven en lekker in beweging blijven. Laatste 20 seconden nog. Kom op, blijf ademen, licht op die voeten blijven. Niet opgeven nu. 5, 4, 3, 2, 1 en ontspan en rust. Schud lekker de arm los, schud lekker de benen los. We gaan naar de laatste oefening voor deze ronde, namelijk de bear crawl. Laag blijven naar voren en naar achteren lopen. Na je even tijd voor een slokje water. Laten we het ook nog doen voor de buikspieren. Je bent niet vergeten. Handen recht onder de schouders, recht onder de borst eigenlijk. Knieën laag, vlak boven de grond houden. En vooral niet te veel omhoog komen. 3, 2, 1 en go. Niet te snel gaan. Gecontroleerd naar voren. Gecontroleerd naar achteren. En nog een keer.
Hou je vast. 5, 4, 3, 2, 1. En rust. Tijd voor een slokje water. Schud de armen los, schud de benen los. We gaan nog één rondje doen. Een rondje van de buikspieren. Neem even een slokje water. Sveeg even het zweet af. Laat die hartslag even een klein beetje tot rust komen. Dan mogen jullie even meekijken met de laatste drie oefeningen. Alle drie buikspieroefeningen. Eerste oefening, zo meteen. Mag je bij gaan liggen. Je mag je voeten tegen elkaar aanzetten met de onderkant tegen elkaar aan. Mag je handen voor je houden. Mag je overeind komen. En je mag gaan liggen. Dit heet de butterfly sit-up. Het idee is dus de knieën naar buiten zijn en de voetzolen tegen elkaar aan blijven. Een soort van vlinder. Dat is één. Oefening nummer twee is de pinging. Oftewel de heel touches. Wat je doet, voet op de grond, reet dicht bij de billen. Billen op de grond, onderrug op de grond. Schouders van de vloer af. Dan ga je heel rustig gecontroleerd. Linker hiel, rechter hiel aantikken. Als het moeilijk gaat, zit je wat dichterbij. Als het makkelijk gaat, verder van je af. Schouders constant los van de grond. De laatste is de bird dog. Dus dat zijn twee dieren in één. Wat je daarbij mag doen, zet je handen recht onder je schouders. Knieën recht onder de heupen. Dan ga je rechterhand en je linkervoet ga je uitstrekken. Dus tegenovergesteld. Doe je voet weer de andere kant. Je houdt hem heel even vast. Stel dat je denkt dat gaat veel te makkelijk. Dan mag je ook de handen en de voeten doen. En dan doe je op die manier. Dus of op de handen en de knieën of op de handen en de voeten. Yes, laatste ronde. Drie oefeningen. Daarna gaan we rekken en strekken. Drie rondes twee keer uiteraard. Te beginnen met die butterfly sit-up. Dus kom er lekker bij liggen. Op je matje of op je handen of op de grond. Voet zo wat tegen elkaar aan. Handen voor je. Ga die sit-up doen. 3, 2, 1 en jo. Kijk of het lukt om helemaal overeind te komen. En weer rustig te gaan liggen. Handen hou je zoveel mogelijk op één plek. Op en in. Stel dat het niet lukt om helemaal overeind te komen, dan probeer je zo ver mogelijk te doen. Dan kom je daarna terug. Dus of een crunch. Of een sit-up. Op en weer liggen. Ruggenwerf voor ruggenwerf overeind. En ruggenwerf voor ruggenwerf weer gaan liggen. En zit over de helft. Meekijkers meedoen, hè? Laatste 15 seconden nog. Hou hem op. Zorg ervoor dat je jezelf niet als een stoutzak laat vallen. Dus gecontroleerd omhoog. En gecontroleerd zakken. Op. En zakken. 5, 4, 3, 2. En ontspannen. Tweede oefening, de pinwing. Mag je voeten wat dichterbij je zetten. Mag je schouders los uit de toon van de grond. Dan hou onder een dikke voet de rechtervoet aantikken. Yes, 3, 2, 1 en go. Totaal valt het niet op. Schouders komen zo los van de grond, spanning met de buikspieren. Hele simpele truc. Als je afvraagt, zijn de buikspieren wel aangespannen? Je gewoon prikken in je buik als je voelt dat het daar hard is, dat daar wat aangespannen is, dan zie je goed. Meestal voel je het ook wel gewoon. Mocht je nou last krijgen van je nek, kun je altijd met één hand kun je hoofd ondersteunen. Dan wist je hem om de zoveel keer, wist je hem om. Laatste 15 seconden nog. 10 seconden. En 5, 4, 3, 2, 1. En ontspannen. En voor de laatste gaan we omdraaien. Of op de handen en de knieën, of op de handen en de voeten. Je mag het zelf weten. Ik heb gisteren al vrij zwaar mijn buikspieren getraind. Ik ga lekker voor de makkelijke versie vandaag. Nu je mogen zelf weten of de handen en de knieën, of de handen en de voeten doet. 3, 2, 1. En go. Rechterhand, linkervoet uitstrekken. Even vasthouden. Rustig de eerste. Buik goed aangespannen houden. Zorg voor je niet omvalt. Stip aangespannen houden. Heupen zo stabiel mogelijk houden. Wil je hem dus wat moeilijker maken? Doe je handen en je voeten in plaats van je handen en je knieën. Bij allebei de oefeningen, of je nou je handen en je voeten of je handen en je knieën doet, hou je buikspieren zo aangespannen dat je hem gaat kantelen. Dus niet omvallen net gaan doen, maar je houdt hem stabiel. Zodra je merkt dat je gaat kantelen, weet je eigenlijk je buikspieren, je bilspieren goed genoeg hebt aangespannen. Je core zijn dus eigenlijk alle spieren die rond je middel lopen, die je stabiel houden. Als je die goed aanspant, ben je stabiel. De laatste 5,
4, 3, 2, 1 en span. Goed, dames en heren, laatste rondje. De laatste drie oefeningen komen er één voorbij. Dat is mooi geweest voor vandaag. Geen verrassingen, geen burpees, dat soort dingen. We houden het gewoon even simpel. 9 dieren, dat is wel mooi geweest. Eerste oefening, de butterfly sit-up. Voeten tegen aan, handen voor je houden. En dan gaan we 3, 2, 1 en go. Laatste ronde is begonnen, nog 3 minuutjes en jullie zijn van af. Squats. Probeer de voeten zoveel mogelijk op de grond te houden, tegen elkaar aan te houden, gecontroleerd op en gecontroleerd laten zakken. We zitten over de helft. De laatste 15 seconden nog. Spanning op de buikspieren. Ik wil niet dat je als een gek heen en weer gaat, maar je houdt controle. Rustig aan, buikspieren aanspannen. 3, 2, 1 en go. Schouders los van het vloer, spanning op de buikspieren. En om en om, kant naar kant. Kijk naar het plafond en hou spanning. Als het te makkelijk gaat, zit je voeten net wat verder van je af, wordt de draaicirkel groter. Als het te makkelijk, te moeilijk, zit je voeten wat dichterbij, wordt de draaicirkel wat kleiner. Je kunt altijd even een kleine pauze nemen. Probeer hem vol te blijven houden. Schouderbladen blijven van de grond af. En we zitten op de helft. 30 seconden gehad, 30 seconden gaan. Laatste 15 seconden nog. Gaat goed. Zet hem door. Moet dan een beetje branden ondertussen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 en ontspan. De laatste oefening voor vandaag. Gaan we omdraaien. De handen in de knieën of de handen in de voeten. En doen de bird dog nog één keer. Adem in, adem uit. Zorg je rug goed recht houdt. En denk dus aan wat ik de vorige ronde heb gezegd. Heupen stabiel houden. 3, 2, 1 en go. Rechterhand, linkervoet. Even vasthouden. Linkerhand, rechtervoet. Even vasthouden. Om en om. Het is de laatste ronde, dus als je dacht, nou, vorige ronde ging wel erg makkelijk. Doe je in plaats van je handen in je knieën, doe je handen in je voeten. En dan ziet dat er zo uit. Oefening blijft in principe hetzelfde, maar is iets moeilijker. En we zitten op de helft. Zorg dat je rug te hol gaat trekken, dus blijf je navel intrekken en die buikspieren aanspannen. De laatste 15 seconden nog. Ietsje meer. Nu nog 15 seconden. En 5, 4, 3, 2, 1 en ontspan. Mag je de handen voor je neerzetten, mag je knieën iets bijzetten zetten en je mag de billen helemaal naar achter duwen. Even ontspanning opzoeken. Adem rustig in door de neus. Adem rustig uit door de mond. Adem in. Adem uit. Adem in. Adem uit. Mag je ietsje naar voren komen? Mag je handen in je knieën komen te zitten? Ga met je rechtervoet naast de rechterhand staan. En dan ga je volgens je rechterhand geen open draaien richting het plafond. Hand zoveel mogelijk omhoog. Rustig blijven ademen en draai zo ver mogelijk in. Kijk richting de knie. Nou, nog een seconde of 5 vast. 3, 2, 1 en wissel. Rechtervoet naar achter. Linkervoet. Linkerhand. Draai je linkerhand open. En 5.
op de grond zetten. Mag je knieën tegen je, je elleboog tegen je knieën aanzetten. Mag je elleboog een beetje naar buiten duwen. En probeer die rug zo recht mogelijk te maken. Kom rustig overeind en zet die rug zo recht mogelijk. En rustig overeind. Zijn benen gestrekt, gestrekte benen dus. Gewoon leg even de armen omlaag, richt je voeten. Gewoon even uitschudden. Heel diep inademen. Kom je overeind. En dan mag je vervolgens weer uithalen. Adem in. Adem uit. Nog twee keer. Adem in. Adem uit. Laatste keer. Adem in. Blijf bovenin. Adem uit. Draai rustig even de armen naar voren. Schud de benen los. Draai dus even de armen naar achteren toe. En één arm naar voren, één arm naar achteren als het lukt. En schud zo los. Dat was het voor vandaag. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Dat waren 9 dieren. Kijken we de volgende keer nog meer kunnen verzinnen. Dat was hem. Dank jullie wel. Bye.